We hebben een brief gestuurd aan de president dat we vanmorgen een petitie wilden overhandigen. Dus we zijn hier, de Vereniging van Samengemeenschappen, om onze petitie te overhandigen aan de president van de Republiek Suriname. Ja, en het wordt geregeld, dat zegt deze man, waarschijnlijk hoofd van de veiligheid hier bij het kabinet. Mevrouw mevrouw Donu, u bent er weer, maar dit keer in de stad. Zeker. Zoals we al hadden gezegd toen we daar op Atjoni waren, ons vervolgstap is dat we hier in de stad ook een petitie aanbieden aan de president. Alleen, gaan jullie alleen naar de president? Nee, ook aan de voorzitter van de Nationale Assemblée. Maar is niet de eerste keer dat jullie komen met documenten en petities, toch? Zeker. Jullie hebben echt hoop? Natuurlijk hebben we hoop. Want ik weet zeker dat de president het beste wil voor zijn volk. Hij is vader van het land en wij zijn ook zijn kinderen. Dus we weten zeker dat hij ook het beste voor ons wil. Wat willen jullie precies? We willen niks anders dan dat onze rechten worden erkend. Wanneer we zeggen grondrechten, denkt men alleen aan de grond, dat het alleen om de grond gaat. Maar dat is het niet. Het is om ons bestaan, onze cultuur, onze manier van leven, onze biodiversiteit. Dat alles willen we behouden. Ik hoop niet dat er een truck met houtblokken langs rijdt vandaag. Ik hoop het ook niet. Want die dag, u heeft het zelf gemerkt, het gevoel, de emoties van de mensen, het wordt verergerd als er houtblokken langs gaan. Want dan zien we duidelijk wat er met ons bos gebeurt. Ja. Die deed al netjes. Jawel? Die deed al netjes. En we hopen het. We hopen het echt. Goed. Jullie hadden ook aan de DC een petitie overhandigd, hè? Jawel. Hebben we ook gedaan aan de DC. Ja, zodat hij ook op de hoogte is. Ja. Goed. Laten we kijken hoe het vandaag afloopt. Oké, okay, doen we zeker. Dank u wel. Tubi di matu? Ja. Dat wil zeggen bescherm ons bos. Ja, bescherm ons bos en we willen het duurzaam beschermen. Wanneer we zeggen duurzaam beschermen, wil dat niet zeggen dat we geen hout meer gaan kappen of zo. Maar we gaan het op een duurzame manier doen. Dat het dat toch, dat we niet alles in één keer kappen. Dus geen kaalkap, maar heel gestructureerd. Jullie zeggen ook dat, dat het bos geen savanna moet gaan worden? Helemaal niet. En daarom zeggen we ja, we zijn niet tegen ontwikkeling. We willen wel ontwikkeling, maar dat wil niet zeggen dat ons bos savanna moet worden.
Ja, toch, want we hebben de bomen nog steeds nodig. Vooral in deze tijd met klimaatverandering en zo, is ons bos... het heeft een heel grote waarde, niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. Omdat wij alleen nog, bij wijze van spreken, puur bos hebben. Ja. Goed zo. Ma fa cha ken kiko wa ke di matufuto sabana e wa ke di matufuto sabana e ni matu di wa bi urobe kiko wa ke di matufuto sabana e wa ke di matufuto sabana e ni matu di wa bi urobe kanya ba si e wa de dem ko ba wo di wa folu ko kapitan wa de kanya ba si e wa de mam ko ba wo di wa folu ku e ga wa mi ku de ga mu ye ani cha to ka ko ke ani cha ken ki ko de se me di on to we kare ba ma fa cha ken ki ko wa ka di ma tu fu to sabana e wa ka di ma tu fu to sabana e di ma tu wa di u lo de Wake di matu futo sabana e. Wake di matu futo sabana e. Di matu di wadi ulobe. Wake di matu futo sabana e. Wake di matu futo sabana e. Di matu di wadi ulobe. Mande abingo uta bingo. Mande abingo uta bingo. Uta bingo di matu uta bingo. Uta bingo di matu uta bingo. Udabinga udabinga utabinga eh udabinga ni maturajo udabinga udabinga ni maturajo udabinga ye udabinga utabinga eh gadu udabinga ni maturajo udabinga udabinga ni maturajo udabinga ye udabinga utabinga eh lobi udabinga ni maturajo udabinga udabinga ni maturajo Mi mato, Milady, mi mato, Milady, mi mato, vai dar mal com ele, mas mi mato, Milady, 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 mi mato, Milady. Ele cai tá o fango de gaú me diz bos copo ma nem bos copo ma tá aqui tá a nango fango de agora é base aí pô não gostam as põe mas da feita se me almoço de fusa qual a godin de petici mas não tá que nem já está não dire bem feio fano o duta o como tu disse não aqui no guala mas bem a gofite por isso me vem tia co o sagu atendo não está a puli para não o defeito se me está ampo mas ele defende a wasa passa a gono renda no wabulia dobu aqui no beiro de petição o aqui mano né daí que bolsa lite eti o tal haika a tal gofite por ele gamba se vendo ao qual da vez falou de não no aqui no tal haika fa fite por ele gamba se fa comitiu a dali molimou
Zo, de mensen hebben zich aangemeld bij de president. Of het kabinet van de president om een petitie in te dienen. Maar ze hebben te horen gekregen dat de hele groep niet naar binnen kan, mag. En dat er een delegatie van 5 personen naar binnen mag gaan. Ja. Niet iedereen is het eens dat er maar 5 mensen naar binnen mogen. In ontvangst gaat nemen. Ze is onderweg naar hier. Maar dan wordt het hier in ontvangst genomen. Dat is zo. En dan is iedereen weer beter. Kan dat afspreken? Hoe lang? Ze is onderweg, ze kan elk moment binnenkomen. Oké, de president zelf. Maar hij is ook niet binnen. Hij is nog niet binnen. De president is nog niet binnen. Nee, ik bedoel de president zelf. Nee. Ik weet niet wie de persoon is, maar ik check wie die persoon is. Adje, zeg maar meer vrede, joh. Ik weet niet wie die persoon is. Oké, dus dadelijk was mijn kon. Als mijn kon, we denk dat zo. Oké, dus betekent dat hier... Vijf mensen naar binnen, dan liever dat als mijn kon, betekent dat ook. Abom? Ja. Wat zegt hij? 5 mensen, dat gaan ze afsluiten. En de media mag toch naar die kant? We moeten aanlopen. Ik begrijp dat die persoon hier naartoe komt. Oké, ja. De 5 is hem, hè? Tikka. De 5 is hem, hè? They know who know they have been missing out. So go demo ala, go look, go check the beefy go. Man, now pick it up. No. They take it out. No, hey, you too. Mushuda, you daddy beefy. No, December they pay beefy. No, I go down. I go out aki. Go take beef from pick it up. Now, so this December aki. No, five December go demo. But you too check beefy go. There's no other. No, you matter. December they pay the beefy. As a president of Zambia, man, they are passing taco. No, I go out aki. No, sir, dai mo scopo. Dus er komt iemand naar hier om jullie te spreken. Hallo? Er komt iemand naar hier. Wama ook onze OTK petitie. Dat amantak. Dus mijn actie is naar president. Amantak aan Osabi is naar president of naar Sumama. Als massa ontvangt een petitie, ook om het onderjaar te support. Maar aan de andere passie ik kom. Ondertussen gaan we nog staan en onder de vellen staan. Mileti! Seka di Gonleti. Ja. Seka di Gonleti, dat betekent maak de grond recht in orde. Ya paling bebas tu, ayah.
binga o sube a safu botomo umba binga falu kumba binga maya wa binga o sube a safu botomo kumba binga maya wa binga o sube a safu botomo maya wa binga o sube a safu botomo kumba binga maya wa binga o sube a safu botomo Ibu yaki kamai kama peta bobinga ewa binga wokwa di safu boto di neka wa kubi de no wake de baka miku di asafu boto mo neka wa bila yenka kobuta ukiya ki no kubobinga nesa na wako uwei waso di kentaka ma wobinga wata saka anango do président tak fo a no kaw abi da wa ko pou lever mon petitie gi a président gi a bafu fu na kondre sa o anga elibi no usitaki o kandoro na pa mofodoro ne oso jari mofo des ou de o tak o gi a berifi des a pa no kankaru ko a insei ma tok on da tok mo pa odor pou konja anga no to di wabi da wo gi apa abrifi dafta fu datede a bosko po sande in abrifi we gi tangi tok tak o waka ko fu snapo o gi na son jana nga wima kandra fu le sa abrifi san so abrifi en san a bosko po sa we gi uno ama fo disi o le sa abrifi gi uno Pusa sih. Nei, en lei de wahada suano asa iso nat moheno da en lei de gide ka. Di tata sa te wa wosu no wode a abu da mbi ba be ko wa ta kwasa maka. Disi ta so. Di kwasa maka popo. Di moderna slav de ne 80. Di jo kwa ti ko du. Chago mo ye. And the president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Tandrika Pashat Santoki, Kleine Kombeweg 2-4, Paramaribo 3 juli 2024. Geachte heer president, namens de Vereniging Samaka Gemeenschappen, de VSG, die de Samaka Gemeenschap mede vertegenwoordigt, biedt zij u deze petitie indachtig de grondwet van Suriname, artikel 22 en de wet Bosbeheer, artikel 41 aan.
Excellentie, de VSG vraagt dringend aandacht voor de volgende zaken. Al langer dan 250 jaar heeft het Samaka-volk van Suriname het Amazone-regenwoud bewoond en behouden. Als Afro-afstammelingen hebben de Samaka een nauwe sociale, culturele en spirituele band met het bos. En daarom is ons bestaan afhankelijk van gezonde bossen, rivieren en kreken. Sinds de jaren 60 worden mensenrechten van de Samaka voortdurend geschonden door massale ontheemding bij de aanleg van het Brokopondo-Sumeer en illegale bezetting van ons leef- en woongebied door houtkap en mijnbouw-multinationals die door het overheidsbeleid mogelijk zijn gemaakt. In 2007 oordeelde het Inter-Amerikaans Hof voor de rechten van de mens in het voordeel van de Samaka en droeg de regering van Suriname op om de houtkap en mijnbouwconcessies in de leef- en woongebieden van de Samaka stop te zetten, het grondgebied af te bakenen en onze collectieve eigendomsrechten over het leef- en woongebied juridisch te erkennen. Het is inmiddels 17 jaar geleden en de regering van Suriname heeft het gerechtelijke uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de rechten van de mens nog niet volledig nageleefd. De Samaka worden steeds weer geconfronteerd met het schenden van hun rechten en de vernietiging van het bos die in rap tempo is toegenomen. Uit bosmonitoringsgegevens van Global Forest Watch en de Europese Commissie blijkt dat het jaarlijks bosverlies in het Samaka-gebied sinds 2007 4 keer is toegenomen. Vanaf maart 2023 zijn de Samaka vertegenwoordigd door de VSG opnieuw begonnen met de strijd om de mensenrechten en het bos te verdedigen. Er is een houtkapweg van 42,7 kilometer, de zogenaamde Palmerasweg, aangelegd zonder de Samaka vooraf te informeren en de instemming te vragen, FPIC, zoals vereist door de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof. Tegen het einde van 2023 was 376 hectare bos gekapt als gevolg van commerciële houtkap. Die weg heeft het meest ongerepte bos blootgesteld aan willekeurige mijnbouw, houtkap en stroperij. De Samaka, vertegenwoordigd door de VSG, vraagt nu de nationale en de mondiale gemeenschappen en organisaties die zich inzetten voor de erkenning van de mensenrechten van inheemse en tribale volkeren en bosbehoud om naast de VSG te staan en de Surinaamse regering te verzoeken de uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens volledig na te leven. En 1. Te stoppen met alle houtkapactiviteiten langs de Palmerasweg. 2. Een goede, vrije, voorafgaande, geïnformeerde toestemming met de Samaka gemeenschappen uit te voeren. 3. Het implementeren van een sociale milieu- en effectenstudie van de Palmerasweg en de houtkapconcessies door een onafhankelijke instantie. Ik ben blij dat u met ons hier staat en ook de zon voelt, want dat is wat we gaan meemaken als het zo verder gaat. 4. Het juridisch erkennen en vastleggen van de collectieve landeigendomsrechten, zodat de Samaka de autonomie hebben om het bos duurzaam te beheren en over de juridische middelen beschikken om hun levensonderhoud en cultuur te beschermen tegen toenemende bedreigingen. Wij, het Samaka-volk verenigd in de VSG, zijn toegewijd aan het ondersteunen van de regering van Suriname om te voldoen aan de internationale verplichtingen om het Amazone-regenwoud in het land te beschermen, wat cruciaal is om de negatieve effecten van klimaatverandering te beperken en het bos waarvan de Samaka afhankelijk is voor hun levensonderhoud voor de komende generaties te conserveren. De VSG verzoekt u, de president Santokki, met alle respect om dringend en onmiddellijk actie te ondernemen volgens het verzoek van de VSG. U bent bij machte om vanwege uw hoedanigheid als regeringsleider van de staat deze zaken aan te pakken. De VSG dringt aan op snelle oplossing door middel van dialoog met alle actoren die nodig zijn om de wet grondenrechten aan te nemen en blijft zich inzetten om met de regering samen te werken aan de administratieve zaken die de collectieve rechten van de Samaka kunnen waarborgen. In het bijzonder met betrekking tot ons traditioneel collectief eigendom van het Samaka grondgebied.
hoogachtend de Vereniging van de Samaka Gemeenschappen namens deze de voorzitter, kapitein Wanze Eduards. We hadden graag gewild dat onze burgervader onze petitie zelf in ontvangst zou nemen. Maar gezien dat niet het geval is, vertrouw ik wel dat het in goede handen komt en dat het wel bij hem aankomt. Alsjeblieft. Dankjewel, gemeenschap. Bij deze kan ik u mededelen dat uw petitie in goede orde is ontvangen door mijn persoon. En ik zal zulks sowieso met alle zekerheid dat ik aan u kan doorgeven, doorgeleiden naar de president. En die zal dat met dan doornemen. En er wordt natuurlijk teruggekoppeld. Nogmaals bedankt en het wordt sowieso doorgeleid naar de president. Dankjewel. Wat is uw naam? Nathalie Ahmed Mohamed, directeur Algemene Zaken. Ja, dank u zeer. Yes. Moderne slaaf, te metaki, awotu fu moderne slaaf, da me denki en me shengo in a model dusi. Dati, de biggest map unu, ben lo, de no bema tekstrafu, moro da de ma long motof jaso, da de ma guata a busi. Sonder een hoop, maar toch ga je met de prachtige discussie abata. Nu, na een moderne fase, de man ontwikkel systeem, kon straf unu drape. Dat u ben kon tire jaso voor kon tegi, apap unu tak u de ina straf etelek, van de slaaf bende. Dus die de, abo bon even man begrijp taki, wie ap walos masa is sa de straf basi gide ete. Je begrijpt. Nou, wie is maar die? En Libi in Abusi, het aandrape. We Libi kriki watra, we Libi fu wiri, we Libi fu fisi, we Libi fu meti, en we Libi fu groenja. Dus dat apadisi, dat de egidens maar verkunnen, voor kon in een leefgebied voor ons, drape, voor kon vernietig, de mal awoeje voor peronja, de mal kon vernietig, apotheek voor peron Libi. Dus alle de ontwikkel dat de. En a konf unu ja, unu kontak we feti teken ontwikkeling. En ma unu de wan ontak ontwikkeling effect na nga u. Ma ontwikkel no feta nga unu, enkele ontwikkel bijna a kiru. Ontwikkel kiru unu. Ma dat ana ontwikkel dat u ben bereken tak ontwikkel bodoro dat we libi na nga ontwikkel. En a fing af ontwikkel dat we tak unu fet teken ontwikkel. Maar we begi ook met ontwikkel no fet na nga unu moro. Want asset, FTD, money must come. Ja, dan wang man kies verkenning voor AZ, no, tak amus broko ala den camera, voor juru, die buitenlanders voor kies money. Hoe mens maar foto ja op breed hier na sandati. Tak to camera no mode, voor des maar kan kies dresi. If SWM, ano dat na watra bedrijf voor nu, dan if wang man kies consensi drape, tak amus broko cyanide of amus broko ala den soort kies de cross BP abronde. Hoe mens maar voor foto op breed hier. Sma no breed hier dan. En if you're at a central mark, bro, one man go look for your name, some won't do. What's the event, huh? That they want to put a SWM for me and this mafia in a Beneland. Now they kick it brown, they will drink one drop in a SWM for you. And they might kill them weary, they might kill them betty in unfrontwarded passy, they might kill them fishy in unfrontwarded passy. Some in a this mafia, oh yeah, and some of them are this mafia. En if a big man kon dat next no moest op sa, betekent dat u de ete na a slaaf. Okay, maar daarom ik opbreek a woord dat slaaf basi. Maar oké, okay, u tak de man zie ik in de smaak. Zo, de petitie is ingediend bij het kabinet van de president. De president is niet zelf naar buiten gekomen, maar een medewerker. Zo, de stoet gaat verder trekken naar de Nationale Assemblee. De groep maakt zich klaar. Wetgeving en uitvoering.
van de kapitein, wat is van de basie, wat is se eso quiere. Pandialisi. Cuma pu atakaya cuma yuma pu pandialisi.
deze nu hati, nou heb jij de jopan die alisi. De jopan die alisi pise, adem om zo niemand. Tuba ook een keer zo'n kokje, maar we hebben de normaal en die werd die poen tapan. Die maat u die de tawoko, go to tapoen, tja, tatiki, pauw. Tapu, hier de bombe chakwa foto de tafor nita kwa samakalio. Mi hati ze tadistro, mutasino, moa foto aki samakalio, NDC. No, heta down di la jaman di paya ki no wa di wini pe ya samaka. No, down di matule di hendi wini pe hende wo feni. No, wa kebe use di matu kuma, wanda kose si ma di matu. Mi leti! Mi matu! Mi leti! Mi matu! Mi leti! Mi matu! Mi leti! Sa de bidaka umbiya de dene fembe, baka! Biga no no de hey, why pasu palmeras? Wakani di kantati bidiara taluku sama kalio de bukwe mi matu mi leti mi matu mi leti di kantati le beri kante we kwali yani wali ame yende we yani wali wanda kau yeye wanda kau no di kantati barbera spuku tuwe no hebe di dewe de komise bicha bifi kosaka kita wake boki wake pasi asambrei tok di bifi de waya ya mosa takuzele ya parmesa si pasi baby pasi koto udesembe andi de tanufu undi udelo parmera filowe kuwa kibele lezo wa gampisi matu kwa gampisi pasi mi matu mi leti mi matu mi leti mi matu mi leti mi matu mi leti Vedu, vedu, vedu isani, eske yetu. Vedu isani. Vedu, vedu. Vedu isani. Eske yetu. Vedu isani. Vedu, vedu. Vedu isani. Bele sebe aki sebi wata pason mo ebele chau kwa kota mi gaede kwa kwa de wata buta de visi kwa kwa buta de ai ganga sa nwa di kabele kwa wose. Ebu su sabi ta kwa kanda yu do. Yeah!
Zo, het schijnt dat de brief nog niet ontvangen kan worden of afgegeven kan worden. Zo, wat nu? Ja. De man is een wassanete. De man is een kunu de kapitein is kapsei. Voor Benelans, zou ik ook tegen de foto. De man bribunu. En de noem bribunu met de makosib. Wamulanga aan u. A tapsei eguabusi. Equa ganda eguabusi. Equa ganada de mochi. A trusawe tagja evna lei. Zo, de brief kan nog niet ingeleverd worden, dus dan gaan we uit de livestream voor nu. Meneer Yabini, die brief kan nog niet afgegeven worden. Pardon? Die brief kan nog niet afgegeven worden. Nee, ze vinden dat die brief is gericht aan de president. Dus als we het nu zo overhandigen, dan gaat DNA het niet willen behandelen. Dus we gaan nu even bezig correcties te plegen om dan eigenlijk te richten aan de voorzitter van DNA. Dat is één. En de voorzitter heeft net aangegeven dat hij zelf komt om de petitie in ontvangst te nemen. Dus daarom moeten we dan even wachten. Oh, hij komt toch naar hier. Hij was er niet. Nee, hij is met verlof, want hij is jarig vandaag, heb ik begrepen. Dus hij gaat speciaal komen om die brief in ontvangst te nemen. Dus dat vind ik ook wel een goed gebaar van hem. Want hij, ja, het is geen verrassing, want die brief, we hebben aangegeven 2 weken terug dat we vandaag zouden komen om 11 uur om een petitie te overhandigen. Dus kennelijk was dat hem ontgaan, want je weet, verjaardag is altijd belangrijk voor iemand. Hoe lang gaan jullie wachten? Ik wacht nu even op een... De correctie, dan gaan we dat even uitprinten om het klaar te zetten en dan gaan we die vrouw gaan bezig zijn met hun boodschap via de secretie. Ja. Goed. Zo, dan gaan we voorlopig uit de livestream totdat die brief, de juiste brief is aangekomen om te overhandigen aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B. Hij komt het persoonlijk ophalen. Hij is wel jarig vandaag, dus...
Hij kan toch naar het kantoor. Meneer B, gaat u naar buiten of gaan ze naar hier komen? Ik ga naar buiten bezig. Zo, voorzitter is naar buiten gekomen. Oh, gefeliciteerd. Voorzitter, ik heb begrepen dat u jarig bent vandaag. Dat is zo, ja. Pam, ne? Huh? Is er Pam? Ik weet niet wat er is, omdat ik me daarmee niet bezig houd. Maar mijn omgeving doet het wel, dus het zal niet onopgemerkt gaan. Hoe oud is de voorzitter geworden? Ik ben 53 geworden. Ja. Oké, gefeliciteerd. Maar ik kom toch naar buiten om die mensen toe te spreken? Omdat het voor mij een normale werkdag is. Mensen vinden het vreemd, maar bij mij, ik ken geen jaardag. Ik werk elke dag. Ja. Kijk, en als het volgt met wat zit, moet je beschikbaar zijn. Ja. Ja. Goed, de petitie wordt zo meteen voorgelezen. Meneer, als u ready bent. Asan Fia na Swamudai. Voorzitter. Uweki, unfai weki. Utapolo kui kui da kafi. Nou, dat tangi, dat committee u tide. We bari wan boule speki, go di voorzitter. En u breiti tak iwan ontvang. Ja. En we bribi, tak efu taigi u sana de efu kadicharu yo, suku wan fasigi u. Ja. En daarom, amisi na misi edis over teri sana de efu kadicharu ko tide ja. Dank u, voorzitter. Aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, Paramaribo 3 juli 2024. Geachte voorzitter, namens de vereniging Samaka Gemeenschappen de VSG, die de Samaka Gemeenschap mede vertegenwoordigt, biedt zij u deze petitie indachtig de grondwet van Suriname artikel 22 en de wet bosbeheer artikel 41 aan. Voorzitter, de VSG vraagt dringend aandacht voor de volgende zaken. Al langer dan 250 jaar heeft het Samaka-volk van Suriname het Amazone-regenwoud bewoond en behouden. Als Afro-afstammelingen hebben de Samaka een nauwe sociale, culturele en spirituele band met het bos. En daarom is ons bestaan afhankelijk van gezonde bossen, rivieren en kreken. Sinds de jaren 60 worden mensenrechten van de Samaka voortdurend geschonden door de massale ontheemding bij de aanleg van het Brokopondo Stuwmeer en illegale bezetting van ons leef- en woongebied door houtkap- en mijnbouw-multinationals die door het overheidsbeleid mogelijk zijn gemaakt. In 2007 oordeelde het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens in het voordeel van de Samaka en droeg de regering van Suriname op om de houtkap- en mijnbouwconcessies in de leef- en woongebieden van de Samaka stop te zetten, het grondgebied af te bakenen en onze collectieve eigendomsrechten over het leef- en woongebied juridisch te erkennen. Het is inmiddels 17 jaar geleden en de regering van Suriname heeft de gerechtelijke uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens nog niet volledig nageleefd. De Samaka worden steeds weer geconfronteerd met het schenden van hun rechten en de vernietiging van het bos die in rap tempo is toegenomen. Uit bosmonitoringsgegevens van Global Forest Watch en de Europese Commissie blijkt dat het jaarlijks bosverlies in het Samaka-gebied sinds 2007 4 keer is toegenomen. Vanaf maart 2023
zijn de Samaka vertegenwoordigd door de VSG opnieuw begonnen met de strijd om de mensenrechten en het bos te verdedigen. Er is een houtkapweg van 42,7 kilometer, de zogenaamde Palmerasweg, aangelegd zonder de Samaka vooraf te informeren en de instemming te vragen, FPIC, zoals vereist door de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof. Tegen het einde van 2023 was 376 hectare bos gekapt als gevolg van commerciële houtkap. Die weg heeft het meest ongerepte bos blootgesteld aan willekeurige mijnbouw, houtkap en stroperij. De Samaka, vertegenwoordigd door de VSG, vraagt nu de nationale en mondiale gemeenschappen en organisaties die zich inzetten voor de erkenning van de mensenrechten van inheemse en tribale volkeren en bosbehoud om naast de VSG te staan en de Surinaamse regering te verzoeken de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens volledig na te leven. En 1. Te stoppen met alle houtkapactiviteiten langs de Palmerasweg. 2. Een goede, vrije, voorafgaande geïnformeerde toestemming met de Samaka gemeenschappen uit te voeren. 3. Het implementeren van een sociale milieu- en effectenstudie van de Palmerasweg en de houtkapconcessie door een onafhankelijke instantie. 4. Het juridisch erkennen en vastleggen van de collectieve landeigendomsrechten, zodat de Samaka de autonomie hebben om het bos duurzaam te beheren en over de juridische middelen beschikken om hun levensonderhoud en cultuur te beschermen tegen toenemende bedreigingen. Wij, het Samaka-volk verenigd in de VSG, zijn toegewijd aan het ondersteunen van de regering van Suriname om te voldoen aan de internationale verplichtingen om het Amazone-regenwoud in het land te beschermen, wat cruciaal is om de negatieve effecten van klimaatverandering te beperken en het bos waarvan de Samaka afhankelijk is voor hun levensonderhoud voor de komende generaties te conserveren. De VSG verzoekt u, voorzitter, met alle respect om dringend en onmiddellijk actie te ondernemen volgens het verzoek van de VSG. De VSG dringt aan op snelle oplossing door middel van dialoog met alle actoren die nodig zijn om de wet grondenrechten aan te nemen. En blijft zich inzetten om samen met de regering te werken aan de administratieve zaken die de collectieve rechten van de Samaka kunnen waarborgen. In het bijzonder met betrekking tot ons traditioneel collectief eigendom van het Samaka grondgebied. Hoogachtend de Vereniging van de Samaka Gemeenschappen namens kapitein Wanse Uduwaard, de voorzitter. Ik dank u, voorzitter. Abotono abraite. Abotono abraite. Maar before voorzitter Piki, dat is een obetjaring. Die doorroja ne ujering. Ujere tak voorzitter verjaardag tide. Usap tak seranaman verjaardag day na wan bigi sanado. Maar tok ak mopon liben verjaardag day komit unu. We fisteren namens a heel groep sakon dat gado kan geen libi en gado kan geen krakti dati. A boskopu sa uchako efa benkop chin oru no sabu men yare adoro ma beken first nang o moro kring fukan gya boskopu disi en doa uroko disi giu so hesilek fa boskopu de grand tangi first for center piki de fro a po boskopu de tu tu e kanda finita wa ken ma to ko so sa banang color ya ma fa ja ken ki ko wa ke di ma tu futo sabana e wa ke di ma tu futo sabana e di ma tu wa bi lo de wa ke ken ki ko wa ke di ma tu futo sabana e wa ke di ma tu futo sabana e di ma tu wa bi lo de kapiteni wa de kwande kapiteni wa de ma ko ba wo di fa ru ko e kapiteni wa de kwande ba si ya wa de Wa ke
di matu futo sabana e. Wake di matu futo sabana e. Di matu di wadu lome. Mobinga falu ku mobinga e. Mare mobinga wo sina sa fumoto e. Mobinga e kabiti mobinga e. Mare mobinga wo sube a sa fumoto e. Mobinga kwende masa mobinga e. Mare mobinga wo sinda sa fumoto e. Mobinga basi ya mobinga e. Mae wabinga o sinda safu motoe. Wabinga falu kumobinga. Mae wabinga o sinda safu motoe. Als we hadden afgesproken met uw secretaris dat we dit gaan wijzigen. En dat kreeg u dan een andere informatie. Nou voor specie. Met je grand dankje voor de felicitatie. Inderdaad, nou een belangrijk day. Maar we vinden dat we ook van Kondre altijd naar eerste plaats aan moesten. Dus dan hoe deed je? Met Miki. Kwam breakdown van Atori voor de grondrechter. Afos precies. Maar we delen mee dat Miki zo'n uitnodiging. Trijsde voor de president die de toejuru voor tak over grondrechten. Samsa, die ook is een wet dan een assemblee behandel aan grondrechten. Ja? In openbaar. En dan parlement kon aan het woord, regering kon aan het woord. Maar boem voor het idee voor parlement kon afwezen. Dat de regering kies aan occasie voor tja, dinsan, die tek dinsan mee en loko ding, we karing, voor konang wat nota van wijziging. Voor loko fa, ei denken voor gomoro farang atori. Maar na wajarik ba, regering no sen a wet kon bakan na parlement. Dus a wet no den no no na parlement, waardoor uno ma zetten voor. Maar zou do uno sdong, zeker toe brieven missen die aan president naar haar regering. Dat jere regering, a wet draai kon naar jou baga, ontheid denk je ide so fara, voor zijn en kom baga naar parlement, lek fa jou eschen, zodat u kan gomoro fara naar a behandeling. Ja? En, mi besen wang, en niet lang geleden, mi denk toe drie baga, missen wang, wan nyumbri figi a regering. Pemi egi antak yere, usaptak wa reger periode na 5 jaar. En if we be beloof a samenleving, tak wo or rond a probleem dis af, hoor rekenen na nga schema. Want 25 mei 2025 ja verkiezing, maar meestal te a jari abrakba, da ay moeilijk vergader. Dus doe hesi na nga gau, voor ik kan zinnen kon naar parlement, zodat na een nodige spoed mijn potent op agenda. Dus dat uno kiesete. Dus tide, toejuru op een meeting, dat mis aere concreet zijn standpunt voor a regering. Ja, en dan mi hoop dat a informatie dat hij, u kan praten na een uno, dat jere disna status, maar voor no-no, aan de assemblee, a regering de aanzet, voor zorg dat ik kon gaan nota van wijziging, zodat ik kan behandelen gomoro fara. Tang aan moment ja na dismi kan deli mede, dat zolang ik kon naar parlement, na een nodige spoed. Maar u leri ook toe, dat aan om kouwa moe voor verkiezing. Ja, want af termijn sambeb sami bedien assemblee ook toe. April, wan initiatief bedien en dat we vindt dat de zorgzaam dat na horwe horus revaspotu. Dus als de regering serieus voor behandel grondrechten, dan binnen de kortste keren aan zijn inkom. Ja? Zodat de laatste moment, ja, we kan potent op agenda en we vergader over grondrechten en we nemen wet aan. Ja? Dus dat me kan daily mede en appetitie we nemen serieus. We kan dat akkoord op het juiste moment, want nu na over 12 en 2 euro met de president, dus dat is dat ook toe overeen. Ook toe met betrekking tot passie. Natuurlijk, dat is duidelijk.
tak in Okango, dat je dus aan in desma gebied zonder of consulteer en kies toestemming. Dus ook totdat we wat jacon atafra en actie aan de regering voor die aandacht naar het probleem. Dus ik begrijp ook totdat ook je een petitie naar president. Dus in schrijven draag kennis voor deze aan Zoutakja. Dus dadelijk, ik voorzitter van de assemblee, op een meeting naar de regering. Dat we zouden de toren discussie en dan we zouden rapporteren, zou oefenen voor de regering, zijn de aanzet nu. Grand dank. Voorzitter, nou, die moet takide, en dat die tobi ook kaima kudagu. En dan takida ono, en goa kese ganse befoon. En dode. I fatal gamanto. Nou, dat me takiba, atrobi fu kaima nanga dagu. Nou, voorzitter. Even als mama dagu, dat charengos go pe kaima de. Dat je sap so trobi de abi. Amanya mon kwa busikonde kwa apoko kandae. Amanya mon. Was my coro dat ik gimwa deken kom tapu dat je te kwam klambu dat je geen betekent ilusa probleem no a probleem no luso ano luso to if you ask me deken betekent je coro dat je kwam klambu a klambu de le kwam safe de akoro e kwam aki ete betekent ano seti amu seti je begrijp dus if you can gabos kopu dis doro want uno sha president persoonlijk le fausi uno sa pade mambe ko setak na wa busani utak ano tak duwani da de ma kotak ai gide masan di cheke asansan wabi datu wani en wani be ko nga uno taki en utaki langa gba sande ko ete di uno yere kanjo wo charen ko yere uno sa fan wo yere masane ko ete we go doro so zo, de petitie is eindelijk voorgelezen, overhandigd. En dan gaan de mensen terug naar huis. Marinus W. heeft duidelijk gemaakt dat het aan de regering ligt dat zaken loskomen als het gaat om grondrechten, erkenning van grondrechten. En alles wat daarmee samen gaat. Meneer B, gaat het nog lukken dit termijn, dit grondrechtenvraagstuk op te gelost te krijgen? Nou, als politica wel aanwezig is, moet het wel lukken, ja. Want een wet, trouwens, we hebben de eerste ronde al gehad. Nu moeten we naar de tweede ronde. En dat hoeft niet lang te duren. Ja? Dus we moeten in conclave treden met elkaar, met de mensen. Dan hoop ik dat we binnen heel korte termijn dat kunnen oplossen. Graag gedaan. Zo. Ik ben er niet meer.